Hallo lieve kijkers en van harte welkom bij een nieuwe video van Spelen met mij, Kinderen Speelgoedkanaal. Zoals jullie kunnen zien gaan we vandaag weer met Play-Doh spelen. We hebben hier namelijk Dr. Bibber liggen. Hallo Dr. Bibber. Oh ja, Dr. Bibber kan helemaal niet praten. Maar ik heb gelukkig nog een andere dokter hier, namelijk Dr. Wiebeltand. Hoe gaat het met jou? Hallo allemaal. Leuk dat ik er weer bij mag zijn. Ik dacht, we gaan weer eens iets eten testen, iets proeven. Waarom kom je nu met Dr. Bibber aan? Dat is toch helemaal niet lekker, dat is vies, dat eet ik niet. Dr. Wiebeltand zegt, je kunt hier niet altijd alles eten. Ik heb vandaag iets heel anders in gedachten. Luister even goed en onderbreek me alsjeblieft niet. Ik heb hier iets leuks. Namelijk deze 3D-stift. Hopelijk kun je het goed zien. Met deze 3D-stift of pen kun je verschillende modellen tekenen. Je kunt er hele mooie dingen mee maken. En nu bedacht ik mij, met deze 3D-stift kan ik vast ook iets met Play-Doh doen. Dat is in ieder geval het idee. En daarom heb ik Dr. Bibber erbij gepakt. Dr. Bibber heeft namelijk een paar mooie vormpjes erbij. Zoals bijvoorbeeld deze hier, met verschillende soorten insecten en een bot ook. En wat hebben we hier nog allemaal? Een vlinder bijvoorbeeld, een vis. En ja, daar kun je vast iets mee doen met deze 3D-pen. Ik heb hem al uitgepakt. En ik dacht zo, daarmee kun je de schablonen dan vullen en zo allerlei vormpjes maken. Het is eigenlijk gewoon een experiment. Even kijken of het wel zo werkt, of ik zo'n vorm wel kan vullen. En ook natuurlijk of dat leuk is. Je kunt het uiteraard ook gewoon met klei doen, zonder pen en patroon. Dus we kijken gewoon eens hoe dit gaat. Nou, lieve dokter Wiebeltand, lieve toeschouwers, laten we geen tijd verliezen. Ik heb nog niet eerder gewerkt met deze 3D-pen. Even kijken, er zitten allerlei knopjes op zoals je ziet. Deze kun je naar links en naar rechts. Dat is voor dit staaf hier, het patroon. Dan kun je hier de hitte instellen. De snelheid waarmee alles eruit zou moeten komen. En alles komt dan hier uit. Focus. Zo, dit is dan het patroon. Daar, dat is voor de schrijfvloeistof. Ja, ik heb het dus nog niet getest. Het kan een totale mislukking, een fail video worden. Dit wordt dus leren door te doen. Oké, de pen is al aan. Moet nog heel even opwarmen. En dan beginnen we. Zo lieve kijkers, ik ben klaar en dit is het resultaat. Hier komt het. Tada! Het resultaat is echt verschrikkelijk. Kijk toch eens. Oké, de vorm is wel zodanig als een bot herkenbaar. Maar er zitten zo uitsteeksels en van alles en nog wat aan. Ik vind het dus niet mooi. Ik kan er iets van klei omheen doen zodat alles glad wordt en het echt op een bot lijkt. Dit is wel heel stevig, dus dat klopt wel. Maar het hartje... Ja, als je weet wat ik moet voorstellen, dan herken je het wel. Maar als je het gewoon zo ziet, lijkt het net een hoopje troep eigenlijk. Nou, dokter Wiebeltand, wat vind jij daarvan? Heel eerlijk moet ik zeggen dat het experiment toch echt niet is gelukt. Mislukt dus, zonder gemeen te willen zijn. Hè? Het ziet er vreselijk uit. Ja, moet je helaas gelijk geven. Ik ben ook niet tevreden met het resultaat. Met 3D-pen komt dit niet tot zijn recht. Ik had echt een mooiere vorm verwacht eigenlijk. Ik dacht omdat we zo'n leuke vormpjes hadden, zo handig. Maar ja, het resultaat, alles klontert. Nee, niet mooi dus. Ja, inderdaad. Dus ik zou zeggen, zulke video's maken wij maar niet meer. We doen alleen nog unboxings en Play-Doh video's waar je alles op kunt eten. En dan doe je dat samen met mij, dan kan ik proeven. Oké? Nou, dokter Wiebeltand, niet overdrijven. Nou, je moet af en toe eens iets nieuws proberen. Ook als het niet lukt, geef nooit op, blijf het proberen. Ja, oké, misschien. Oké,
Nou, lieve kijkers, dat was het weer voor vandaag. Dat was mijn fail-experiment met de 3D-pen en Play-Doh-vormpjes. Mocht je het toch leuk vinden, geef dan een duimpje. Je kunt hieronder ook kosteloos abonneren. En ik wil je bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!